toen ben ik vanuit ontzwangeren gelijk weer zwanger geraakt. Dat brein van mij is gewoon één groot gat. En hier zie je hoe handig die tas is. Mijn bloedsuikers die zijn echt gewoon... Goedemorgen, het is vandaag zondag en je kijkt naar een nieuwe vlog killikressen.nl. Ik ben gisteren teruggekomen uit Oostenrijk en vandaag ben ik alleen met de meisjes. Janieke zal weer werken, dus ik had ze natuurlijk gemist, dus ik ben nu weer lekker bij ze. En wij zijn schooltje aan het spelen. Dat vindt Lana echt helemaal leuk. Dus we hebben een soort van klasje gemaakt. Ik zal het even laten zien. Dekentje neergelegd en ze hebben allebei een pop, wat ook een leerling is. En zelf zijn ze leerling. En ik moest de juf spelen, dus ik zit daar. Oké, toen moesten de kindjes op school en toen ging Amy en ik weg, toch? Maar jij bent ook... Oh, jij bent de mama van het kindje. Ja, Amy en ik zijn de mama van. Oh, dan moeten de kindjes gewoon blijven. Oké, Lana, we gaan nu jouw naam schrijven. Dus dan mag je eventjes de lettertjes die bij jouw naam horen, mag je een cirkeltje omheen zetten. Goed zo. Knap van jou. Amy, wat is dit? Sterretje. Sterretje, heel goed. En wat is dat? Huisje. Dus een driehoek. En wat is dat? Rondje. Een rondje, goed zo. Ja. En wie is dat? Een peer. En dat? Olifant. En dit? Aapje. Goed zo. Oeh. En nu maak ik tosties. En de tosties zijn klaar. Gaan we even lekker eten. Hoe is het leuk? Nu mogen we de posten samen. Zet je schat? Samen en Nina. Samen en Nana. En nu de posten mee. Oh, ja? Naar de bossen? Ja, dat is wel een goed idee. Nee. Ik had dus 3 weken geen alcohol gedronken. Als challenge, maar ook gewoon voor mijn gezondheid. En ook gewoon omdat ik het in december allemaal te veel vond. En ik had ook super gezond gegeten in die periode. En ik ben dus 2 dagen weg geweest. En daar heb ik natuurlijk alcohol gedronken en ongezond gegeten en zo. En ik merk het dus echt gelijk aan hoe ik me voel. Mijn bloedsuikers die zijn echt gewoon... Ja, die gaan weer alle kanten op. En echt gewoon hypo, 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 hypo. Echt gewoon zo. Super vervelend. Dus dan merk je eigenlijk, dan besef ik wel weer wat voeding dus eigenlijk doet met hoe ik me voel. Dus ik ben nu weer heel erg moe. Want nu echt weer zo'n daling van mijn suikers. Dus ik heb net zitten eten en dan gaat die daar weer stijgen. En dan hopen dat hij weer niet te ver doorstijgt. Dat heeft dan weer een paar dagen nodig om weer een beetje een reset te krijgen. Ik ga gewoon lekker mijn gezonde leefstijl weer oppakken. Matigen met alcohol in de hoop dat ik me dan weer fitter ga voelen. En mijn bloedsuikers weer beter gaan. Want anders dan, dat voelt echt niet oké. Ik wilde eigenlijk vanmiddag met de meiden gaan wandelen, maar het regent echt super hard. Dus dat wordt hem niet, tenzij het nou echt droog gaat worden. Maar dat verwacht ik eigenlijk niet. Ik begin alvast aan het avondeten. Ik ga bruine bonensoep maken. Een recept wat ik van mijn ouders heb geleerd, dat echt heel erg lekker is. En nog lekkerder als het echt een aantal uur kan pruttelen. Dus daarom ga ik het nu alvast maken. Het is nu 14:15, we eten rond 17:00. Dus dan kan kunnen de bonen lekker een beetje... Ja, dan wordt het een wat dikkere soep, zeg maar. Nou ja, wat heb je nodig? Deze had ik natuurlijk door in huis. Vandaar dat ik toen ik het weekmenu maakte, deze koos. Om in ieder geval in als gerecht te maken. Dus bruine bonen uit de pot. 2 paprika's, dat zijn van die buitenbeentjes. Prei, uitjes, rode en witte. Winterpenen, ik denk dat ik er 2 of 3 gebruik. Nou doe ik zelf eigenlijk als extraatje bleekselderij, omdat we er al heel veel in huis hebben. En ik vind het heel erg lekker en het is heel gezond. Dus dat en dan natuurlijk een bouillonblokje en water. Dus ik ga nu even alle ingrediënten snijden en dan ga ik de soep opzetten. Oké, uien snijden is nog steeds echt een ramp, zelfs met dat apparaatje van mij. Groenten gesneden en in een grote pan gedaan. Ik had eigenlijk deze pan bedacht, maar het kwam echt al tot hier en toen moesten de bonen er nog bij. Dus ik ben even gesplitst naar deze pan en ik heb er water bij gedaan, bouillonblokjes. En dit moet gewoon even flink pruttelen en dan zien jullie straks het eindresultaat. Het zijn al
handgemaakte mombags. Dus ja, moedertassen, luiertassen. Van Studio Noos. En die hebben ze mij opgestuurd. Dit is er eentje van een beetje een hydrofiel stofje. Echt een heel mooi Kelly kleurtje. Pas mooi bij mijn nagels. Dit is er eentje echt een hele toffe leopard print. Heel zacht is die ook. En deze vind ik ook echt heel leuk. Die is gemaakt van een soort van wol. Die vind ik denk ik nog wel het leukste. Al vind ik die leopard ook wel echt geweldig. En dit is natuurlijk een heel fijn stofje van hydrofiel. En waarom deze nou zo leuk zijn, naast dat ze handgemaakt zijn, hebben ze dus een super groot koord. Dus deze kan gewoon om iedere kinderwagen heen. Ik heb heel vaak, dan heb ik zo'n klein canvas tasje om een paar luier items mee te nemen. Dus luiers en wat verschoning en zo. En dan kan je hem niet eraan hangen. En dat is dan onhandig. Deze hang je er gewoon omheen. En hierin doe je gewoon luiers en doekjes, snackjes en reservekleding. En je kunt het allemaal makkelijk meenemen. Dus dat vond ik wel even leuk om te laten zien dat ik die had binnengekregen. Ik ben even met de meiden naar buiten om even frisse neus te halen. Even de auto zich wel lekker. En een beetje heel... Wat is de schat? Een beetje heel TMI misschien, maar ik ben ongesteld. En mijn cyclus is weer best wel goed op gang, dus dat is wel fijn. Maar ik ben er echt heel moe en een beetje gehumeurd van, om het zo te zeggen. Maar goed, het hoort erbij. Ik heb echt super chocola op gisteren ook. Maar ja, het hoort er allemaal bij. We gaan even lekker het dorp in. Even gewoon een stukje wandelen. De kinderen fietsen op hun eigen fietsjes. En vrienden zitten bij in de kinderwagen. En hier zie je hoe handig... We gaan die kant op, schat. En hier zie je hoe handig die tas is. Hangt gewoon zo om de kinderwagen heen. En nou ja, hier zitten allemaal spulletjes in. Dan had het nu op zich ook wel hieronder gekund. Want mijn vriendin zit nu bovenin. Omdat één op de eigen fietsje zit. Dus nu hoeft hij niet als duo te dienen. Ik kan zelfs die bak eigenlijk al wel afhalen. Maar goed, zo is het ook prima te doen. En nu gaan we langs het dierenparkje. De soep is klaar. Ik heb er ook nog worst in gesneden. Dus zo ziet de soep er dan uit met heel veel groenten. Dus we gaan lekker eten. Ja! Nee! Lekker? Nee! Nou, oké dan. Schudden met die billen. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Het is weer een schooldag. Lana gaat zo naar school toe en ik ga lekker werken. Yannick is weer teruggekomen van zijn dienst. En ik ga een half dagje werken. Ik denk dat ik het in een half dag ook wel ga redden. Dan mijn haar. Ik vind persoonlijk dat het best wel lekker zit. Ik ben echt al, nou ja, als je mij al heel lang volgt, weet je dat. Jaren aan het experimenteren met mijn haar. En dan bedoel ik echt het volume erin krijgen. Dus ik heb echt al zoveel soorten krultangen gekocht. En een vibrerende steltang. En nou ja, dan sta ik eens om bij een korf en dan doen ze het bij me voor. Dan is het mijn haar fantastisch. En dan denk ik, deze tang van, weet ik veel, 180 euro moet ik hebben. Heb ik gekocht thuis, nou ja. Normale foamborstel, vibrerende foamborstel. Ik heb een grote krultang. Hey. En nu heb ik dus weer een nieuw ding. Laat ik nog wel zien. Maar ik heb het idee dat het werkt. Alleen de vraag is hoe lang blijft dit zitten. Dus ik hou jullie gewoon op de hoogte. Maar zo vind ik het wel gezellig zitten. Ik ben al lekker aan het werk. Het is inmiddels zelfs al 11:30. Deze thee is al koud en de koffie is leeg. Als je er helemaal lekker in zit, dan laat je thee zo wat koud worden. Maar dat maakt niet uit. Ik ben lekker aan het editen. De vlog die jullie vorige week hebben gezien. En ik ga nog even door tot het lunchtijd is. Ik zit nu in de auto samen met Amy en we rijden richting de duinen. Om gewoon even lekker te wandelen. Ik ben momenteel minder aan het werken. Ik heb ook een stuk rustiger, dus dat is ook wel relaxed. Maar ik merk ook dat ik net wat efficiënter ben gaan werken. Waardoor ik ook gewoon... ja, meer vrij ben. En daar wil ik lekker gebruik van maken. Dus ik neem deze middag lekker vrij om met Amy wat leuks te doen.
Feline is namelijk naar bedje toe. En Yannick die is dus bij Feline. En die ligt op bedje. En Lana is om 3 uur klaar. Dus in die tussentijd. Het is nu 1 uur. Gaan we even lekker wandelen. En even uitwaaien. Gezellig, hè? Als ik in de bossen ben, neem ik me voor dat vaker te gaan doen. En het is echt bij ons nou 5 minuten rijden. Maar toch doe ik het niet zo vaak als ik zou willen. Maar goed, laten we dat vaker gaan doen, hè, Amy? Oh, mama! Ja, moet ik jou weer optillen? Ja. Je bent gewoon een hele grote meid. Mama! Nou, vooruit dan. Zo. Hoppakee. Zo. Hoppakee. Zo. Gaan we zingen? Ja. De maneschijn, klom ik op het trapje naar het raamkozijn. Een knappe man, die staat al lekker in de keuken om hete boontjes te maken naar het recept van zijn vader. En dat is echt super lekker. Dus heel veel ingrediënten. Het komt er op je Instagram. Wanneer ook weer? Weet ik niet. Weet je nog niet? Weet ik niet. Okay. Nou ja, goed. Wordt in ieder geval heel erg lekker. Dus ik kijk ernaar uit. Patrick zit naar jullie te kijken. Hou de deur maar dicht, schat. Het zijn hete boontjes geworden met kip. En, en er is weer eens een beker water omgegaan. Ik zei net tegen Kelly, als ik 80 ben, gaan die dames mooi voor mij zorgen. En dan zorg ik dat ik elke dag mijn broek vol schijf. Ja, piep, piep, piep. Of dat ik gewoon elke dag aan de diarree zit, mogen zijn. Maar zo. Nou, wat zegt papa toch allemaal, hè? Echt daddy life, mommy life. Maar nou, bij jullie ook altijd zoveel bekers drinken om tijdens het eten? Oh nee hoor. Die dan worden omgestoten door de kinderen, minimaal. Moet je even blazen? Nee, ik ga zo even blazen. Minimaal 1 keer per maaltijd. Wat ben benieuwd. Het is inmiddels wat later, de kinderen liggen op bed. Ik ga even een workout doen. Dus ik zal me even op versnellen zetten. Het is vandaag dinsdag en was eigenlijk een hele rustige dag begon. Werd echt super chaotisch. Ik dacht een half dagje werken en in de middag lekker met vriendinnen afspreken. En om 11:30 ik stond in mijn sportkleding, want ik denk ik ga lekker sporten. En dan ga ik daarna de kinderen ophalen van de opvang. En dan in de middag komen mijn vriendinnen, helemaal leuk. Maar ik was helemaal vergeten dat ik een zakelijke meeting, een zakelijke lunch had bij mij thuis. Dus wat denk je? De bel gaat om 11:30. Ik in mijn sportkleding. En staat ze voor de deur. Super leuk, super gezellig. Maar ik voelde me echt super verschut. Dat ik het gewoon vergeten was. En gewoon in mijn sportkleding stond. Nou, ze vond het wel. Ja, ik denk dat ze het wel oké vond. Tenminste, ze gaf wel aan dat het geen probleem was hoor. En ik denk dat als je mij een beetje kent, het ook niet heel raar is of zo. Maar ik had het gewoon niet opgeschreven. Dus we hadden net die lunch en we hadden net die meeting. Super leuke plannen. En mijn vriendinnen zijn er nu ook. Maar ik moet even gauw Lana halen, want dat moet natuurlijk ook gebeuren. Dus wat als een hele rustige dag begon, werd een beetje turbulent gewoon door mijn eigen chaotische hoofd. Wij hebben 5 meisjes in huis. Dus dan ziet je huis er zo uit. Ja, leuk hè?
En zo ziet je huis eruit als we twee vriendinnen gezellig zijn geweest met allemaal dochtertjes. En dus vijf meisjes lekker hebben gespeeld. Moet kunnen, maar gaan we nu even opruimen. En hier staat mijn lieve man te koken weer, Bof weer vandaag. En vandaag maak je noedels, toch? Ja, noedels met spersiebonen, paprika, lenteui. Oh, heerlijk, gelukkig. En pak ik eieren, die heb ik gekruid. Ja, ik heb... Het lijkt wel kip, maar het is ei. Ja, het smaakt heel lekker. Nou, lekker. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En ik ben vandaag lekker vrij, dus dat is heel fijn. En als het goed is, is het een veel minder chaotische dag als gisteren. Want gisteren was natuurlijk nogal vergeetachtig. Ik dacht dat ik het vrij relaxed had. En nou ja, het staat er iemand voor de deur waarmee je hebt afgesproken. Maar ik ben er inmiddels achter dat als ik dingen niet gelijk opschrijf, ik ze gewoon echt enorm vergeet. En die vergeetachtigheid die heb ik eigenlijk al sinds de bevalling van de eerste. Toen ging het op een gegeven moment wel weer beter. Toen werd ik weer zwanger. Dan ben je weer zo vergeetachtig als wat. Ontzwangeren, hetzelfde verhaal. En toen ben ik vanuit ontzwangeren en borstvoeding gelijk weer een zwanger worden geraakt. Waardoor dat brein voor mij is gewoon één groot gat. En nou ja, toen weer een baby gekregen. En nu dacht ik eigenlijk dat ik weer een beetje op de rit was qua geheugen, maar niet dus. Ik moet gewoon alles goed opschrijven. Oké. Note to myself. Maar goed, vandaag lekker vrij. We hebben eigenlijk nog geen plannen. Ik moet alleen even pasfoto's laten maken voor mijn rijbewijs. Voor ons nieuwe Efteling abonnement. Amy en mama gaan even fietsen met de bakfiets. En even opa en oma. En hier is Mike. Die is lekker aan het eten en die is al heel erg aan het groeien. Kom je even kijken bij hem. Hi schat. Hi schatje. Kijk, hij is lekker aan het eten. Zie je dat, Amy? Ja. Ja. Gaat hij dadelijk met jou spelen? Huh? Ja. Oh, dat vindt hij leuk hoor. Maar hij wil lekker spelen, zie je? Nou. Kijk, hallo. Zie je? Hallo. Oh, 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 oh. Oh. Lief beestje ben jij, hè? Lekker wild nog, hè? Zo lekker wild. Oh, wow, 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 wow. Die gaan we toch niet pakken? Life with a puppy. Lana is ook aangeschoven. En dan gaan we naar huis. Mien, ik heb het super lekker tosti in de pan gemaakt voor mij. Gewoon even lekker lunchen. Lana is weer thuis uit school. Ja? En ik zal lekker aan het verven. Dit is mijn Nemo. Nemo. En wat maak jij? Oh, jij maakt er zelfs twee tegelijk. Wauw, mooi schat. Ik heb hier het verf. Het is gewoon verf van de Action. En dan mengen we het een beetje op een bordje. Super simpel. En deze tafel is echt super goed schoon te maken. Dus voor degene die denkt in shock, dit krijgen we het niet meer af. Dat krijgen we dus wel gewoon af. Echt super relaxed. Tadaa, dit is het eindresultaat geworden. Ik ben even pasfoto's gaan maken en net vandaag heb ik echt een gigantische puist ineens. Maar goed, die foto's zijn echt een verschrikking. Dat zul je vast wel herkennen, want het moet zo'n officiële foto zijn voor op een rijbewijs. Dus je mag niet lachen, je oren moeten zichtbaar zijn, je kent het wel. En ik zie er ook echt uit alsof ik gewoon echt de schrik van mijn leven heb meegemaakt. Nou, dit zijn ze. Het is dus een apparaat gemaakt. Het is ook echt gewoon een spook van de opera. Met die puisten en zo. Echt verschrikkelijk licht. Nou ja, goed. Het is wat het is, zullen we maar zeggen. En hij is geschikt voor mijn rijbewijs. Op het menu stond vandaag broccoli met aardappels en schnitzel. Nou is de broccoli helaas niet meer goed. Dus, dat kan ik ook maken. Dus hebben we met de restjes die we nog hebben een lekker soepje gemaakt. En dat is met paprika, tomaat, ui, courgette geloof ik, hè? Courgette, en dan nog... paprika, ui en... Oh ja, heel veel wortelen. En heel veel wortels die we nog over hadden. Dus een heel lekker soepje. En dan alsnog schnitzel en aardappeltjes. Dus we gaan lekker eten. En nu krijgen we maar nog even lekker een toetje. Oeh, lekker. Oké, komt ie. Oh joh.
Pas op, rustig aan. Rustig aan. Nom, 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 nom. Nou, Cruella de Vil die gaat even deze vlog afsluiten. Nou, ik heb het één oog ook. Jij hebt het ontstoken oog. Ik heb gewoon een dikke puist hier. En nou ja, goed, maakt niet uit. We willen jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat niet hebt gedaan. En dan zien we jullie heel graag de volgende video weer. Dankjewel. Doei.